Sven Kramer heeft zaterdag bij de NK-afstanden voor de zesde keer op rij en voor de tiende keer in totaal de nationale titel op de 5 kilometer veroverd. De Fries bleef zijn grote rivaal Jorrit Bergsma een seconde voor een Heerenveen. Daidain Tap prolongeerde zijn nationale titel op de 500 meter. Kramer reed naar Bergsma en bleef zijn hele rit onder het schema van zijn provinciegenoot. Met een tijd van 6.16,14 was hij ook op de streep sneller dan Bergsma. 6.17,16, dienstploeggenoot Erik Jan Kooijman pakte het brons in 11 in een tijd van 6.19,59. Bob de Vries, 32, eindigde in 6.20,03 als vierde. De Nederlands kampioen van 2010 pakte net als de nummer 5 Jan Blok-Huyssen, 6.20,04, een wereldbeker-ticket. Lotto-jumbo-schaatsers Patrick Roest, zesde in 6.20,72, en Douwe de Vries, zevende in 6.20,86, Vielen net buiten de, de boot, de top 5 op elke afstand bij de NK zich in principe. De KNSB heeft per afstand één aanwijsplek voor calamiteiten, voor de eerste vier World Cups in Heerenveen, 10-12 november, Stavanger, 17-19 november, Kogerie, 1-3 december, en Salt Lake City. 18 december. Het zal ongetwijfeld weer Nederland tegen de rest van de wereld zijn. Kramer was tussen 2006 en 2009 vier keer Nederlands kampioen op de 5 kilometer en ook de afgelopen vijf seizoenen won hij de nationale titel op zijn favoriete afstand. De 31-jarige Fries hoopt in februari bij de winterspelen in Pyeongchang voor de derde keer op rij Olympisch kampioen te worden op de 5000 meter. De schaatser van Lotto Jumbo heeft nu in totaal 20 nationale afstandstitels op zijn lange erelijst staan. Hij won ook 6 keer de 10 kilometer. Het onderdeel dat zondag nog op het programma staat. En vier keer de 1500 meter. De afstand waarop hij vrijdag derde werd in Tjalf. Kramer was al recordhouder wat betreft gouden medailles bij NK-afstanden. Generatiegenoot Irene Vuust staat voorlopig op de 16 nationale titels. Bij de mannen is Gerard van Velde de nummer 2 op de eeuwige ranglijst met 12 keer goud. Kramer is ook de eerste schaatser met 10 nationale titels op een afstand. De 6 gouden medailles op een rij is nog geen record. Christina Aftink was tussen de seizoenen 1989-1990 en 1995-1996 zeven keer op de besten op de 500 meter. Tap en Tap wist op de 500 meter eveneens zijn Nederlandse titel te prolongeren. De sprinter van Team Plantina kwam in T11 tot een tijd van 34,67. Het verschil met nummer 2 Onad Mulder was miniem. De teamgenoot van Tap kwam 0,02 seconden te kort voor het goud, kan je voorbij. Eveneens van Team Plantina eindigde in een tijd van 34,95 als derde. Heinold Zerspeer, 35,13, en Jans Miekens, 35,15, completeerden de top 5. Zij plaatsten zich daarmee net als een tap, Ronald Mulder in voorbij voor de eerste World Cups van het seizoen. Kjeld Nuis, 7 in 35,44, Jasper Hospes, 8 in 35,52, en Michel Mulder, 9 in 35,58. Wisten zich niet van een ticket te verzekeren. Regerend Olympisch kampioen Michel Muller had de pech dat de vier van zijn schaats in de laatste bocht brak.